Welkom bij Arnhem Report op ReCESMET. Tijdens de politieke break is de bestuurlijke crisis in Arnhem nog altijd in volle gang. Tijdens deze serie spreek ik alle Arnhemse raadsfracties in de Eusebiuskerk. Vandaag SP-raadslid Sarah Dobbe. Haar partij voerde dit jaar stevig oppositie en trok weer meer de wijk in. Nou, welkom. Sarah Dobbe, raadslid van de SP in Arnhem. Tweede seizoen wat we doen voor opreces met. Vorig jaar collega heer Elfrink gesproken, vandaag met u. Laten we beginnen naar de recesperiode. Even wat minder politiek, denk ik. Hoewel misschien niet helemaal niet, maar iets minder dan normaal. Hoe ziet het er zelf voor u uit? Wat doet u op het moment dat u wat minder met politiek bezig bent? Nou, dan betekent het ineens dat ik veel tijd krijg. Ja. Dus ik ben gezellig met mijn kinderen. Ik heb twee kinderen, mm-hmm. twee zoons, één van 8 en één van 4. Ja. En we zijn gezellig in de tent gegaan richting Spanje. Mm-hmm. Mijn moeder komt daar ook vandaan, dus ik ben half Spaanse. Okay. Dus we gaan daar vaker naartoe, eens in de 2 jaar of zo. Oh, ja. Okay. Daar zijn we nu geweest. Je moeder woont daar nog? Of, Nee, die woont tegenwoordig in de mooie wijk Alteveer. Oh, okay. ook gewoon hier. Okay. Ja. Maar u verkeert dan terug naar Spanje. Waar uw moeder oorspronkelijk vandaan komt of zo dan? Of, Mijn moeder die is Spaanse, dus die is geboren. Ja, neem maar dat gebied dan ook. Ja. Dat stuurt u dan ook op? Of, ja, Santiago de Compostela, misschien ken je het wel. De meeste mensen die... We kennen het vanwege de pelgrims die er allemaal naartoe lopen. Ja. En het is een prachtige stad, maar ik heb daar ook heel veel tantes en ooms en neefjes en nichtjes wonen. En zo, met wie ik in de zomers vroeger, daar gingen we er een maand naartoe. Ja. Ja. Dus daar heb ik heel veel mee gespeeld en ben ik samen mee opgegroeid. Dus dat is heel erg leuk. We zijn met uw kinderen geweest deze zomer. Ja. Ja. Goeie vakantie gehad. Heerlijk. Verder. Ja. Ja. Het is fantastisch weer. Okay. Dus, hoffen, hè? Mooi. Ja. En andere dingen? Even het draaistuk heerlijk, maar zijn er andere dingen die u zo opzoekt om... Ja, misschien even de rust of wat meer ontspanning buiten de politiek op te zoeken die u dan doet. Het is wel zo dat je bedoelt deze vakantieperiode? Ja, voor je algemeenheid. Dus gewoon een beetje, wat zijn zo uw hobby's? Ja. Wat doet u als u niet met politiek bezig bent? Ja. Dat is eigenlijk de vraag. Nou, dat is best wel een moeilijke vraag, want ik ben veel met politiek bezig. Ja. En dat is gewoon echt waar. Ja. Ik werk natuurlijk in Den Haag ook, op de Tweede Kamer, voor de SP-fractie. Dus dat doe ik overdag al en daar gaat al heel veel tijd in zitten. Ja. En dan 's avonds, het raadswerk. Ja. Maar wat ik wel heel leuk vind aan het werk ook in Arnhem, het raadswerk, is dat ik veel in de buurt ben. Mm-hmm. Dus ook met de SP natuurlijk, met de afdeling. We zijn altijd bezig met mensen te spreken en gewoon aanbellen. Mm-hmm. En dat vind ik wel heel erg leuk om te doen. Dus, eigenlijk geen tijd voor hobby's, zegt u? Of? Nou, misschien is het wel een hobby. Ja, precies. Maar dan wel een hele belangrijke. Ja. Ja. Voor de rest probeer ik alle tijd die ik nog over heb met mijn kinderen te besteden. Ja, precies. En mijn man natuurlijk. Ja, het eerste jaar dat u inderdaad hier raadslid bent in Arnhem. Was voor mij al wel wat bij de fractie daarvoor ook betrokken. Maar het eerste jaar in ieder geval in de functie. Hoe kijkt u terug op dat jaar? Hoe is dat zo bevallen binnen de Arnhemse politiek? Ja, wisselend, zal ik je heel eerlijk vertellen. Ja? Kijk, ik ben niet in de gemeenteraad gegaan omdat het echt een ambitie van me was. Omdat me dat nou ontzettend leuk leek. Okay. Ik ben in de raad gegaan omdat ik al bezig was met de SP, met allerlei, met huurdersacties, met mensen te spreken. En ik zag gewoon dat een heleboel van de problemen die zij mij lieten zien, dat het politieke keuzes zijn. Mm-hmm. Dus ik dacht, als ik daar echt iets aan wil veranderen, het is natuurlijk hartstikke mooi als je met mensen kan actie voeren en die huizen worden opgeknapt. Mm-hmm. Maar er is wel structureel iets aan de hand. Mm-hmm. En daar moet politiek wat gebeuren. Mm-hmm. Dus ik dacht, daar moet ik zijn, waar de beslissingen worden genomen. Dus ben ik de raad in gegaan. Ja. Maar het was, toen wij begonnen met deze periode. Toen duurde het ontzettend lang voordat er eindelijk een keer een akkoord lag. Mm. Nou, inmiddels is dat akkoord staat weer op losse schroeven. Mm. We zijn net een jaar verder. Mm. Dus het is wel zo, ik vind dat er wel veel wordt vergaderd. Mm. En ik hou niet zo van vergaderen. Mm. Er wordt veel gepraat over, over hoe we tegen elkaar praten en zo. Mm. Maar ik vind wel dat je moet wel echt knokken in die raad om te zorgen dat het gaat over de mensen in de stad. Okay. En dat had ik wel een beetje verwacht natuurlijk, want iedereen kent de Arnhemse politiek wel een beetje. Maar Arnhemse politiek is algemeenheid. Is politiek gewoon traag? Is dat ook wel gewoon niet wat... Zeker, dat zie je natuurlijk in Den Haag ook. Ja. Maar je zou verwachten dat de gemeente, is een stuk bestuurbaarder natuurlijk. Het is een stuk kleiner, is behapbaarder. Ja. Als je een beetje je best doet, dan kun je bijna alle mensen spreken, zeg maar. Hè? Ja, 150.000. Heel erg je best doen. Maar als je dat met een paar mensen doet, dan kun je bijvoorbeeld in een redelijk korte tijd een buurt best wel goed leren kennen. De mensen daar ook.
Mm-hmm. Dus je zou denken dat het dan wat sneller kan gaan. Ja. Maar ja, het is vooral de besluitvorming. Processen zijn traag. En ik heb de indruk dat mensen geen besluiten durven te nemen. Nee. En nou ja, je kent de SP als een partij die wel besluiten durft te nemen. Zelfs al zijn ze populair of niet. Mm-hmm. Maar wij willen gewoon zorgen dat we verder kunnen met de stad. Maar, dus dat staat me wel soms een beetje tegen dat het dan zo lang duurt. Is het dan voor u uiteindelijk dan wel de plek om uw idealen te verwezenlijken? Want dat is eigenlijk waar u het een beetje voor doet, als ik het begrijp. Ja, zeker. Ik wil invloed hebben en voelt u wel thuis in die politieke arena dan, in ieder geval van de Arnhemse Raad? Ja, ik weet niet of ik me thuis voel, maar het is wel de plek waar je moet zijn op het moment dat je de verandering wil. Maar dan wel in de combinatie met de mensen op straat en in de buurt. Ja. En dat probeer ik ook continu te doen. Hè. Mm-hmm. Ik probeer... mensen die trekken bij ons aan de bel bijvoorbeeld. Nu ben ik bezig met die Van Verschuurbuurt, met de bewoners die daar zitten, die weer last hebben van de nieuwbouw daar. Enorme scheuren in de muren. Ja. Ja, dan ga ik daar direct naartoe. Toen meer thuis, ik, buiten de raad en binnen de raad misschien. Maar ik vind wel, ik haal die mensen dan ook naar de raad toe. Ja. Ja. En je ziet wel, zeker in dat soort wijken, zoals het Broek of in Malburgen of in Prinsikhaaf. Nou ja, de bekende meer kwetsbare wijken. Mm-hmm. Dat de afstand tot politiek en wat hier allemaal wordt besloten heel groot is. En dat vind ik wel heel erg. Ja. Dus ik vind ook dat het mijn taak ook is om dan die verbinding te maken. Ja. Te zorgen dat zij ook voor hun eigen situatie dat verschil kunnen maken. U stipt het zelf al even aan. Hè, van, het gaat veel van hoe we met elkaar praten en dat soort dingen. Er is veel over de toon, over personen, over... dat is ook even een link, denk ik, ook wel weer naar de huidige bestuurscrisis natuurlijk. Hè, waar veel op die manier gesproken wordt. Ik kan me voorstellen dat misschien niet altijd leuk is, zeker als nieuw raadsseizoen, om dat zo te zien. Hè, de manier waarop mensen met elkaar praten. Ook de afgelopen periode weer best veel heftige dingen weer over en weer. In de media wordt van alles ook gezegd. Mijn partij is een beetje frustreerd van processen, niet met leiden van de stad. Het is een wespennest, wordt genoemd. Worden personen ingehakt, wil om samenwerken. Ontbreekt allemaal quotes van collega's van u. Ja. Wat wel over en weer geroepen wordt, waarvan je... Ja, ik kan me voorstellen ook wel als burger er zo tegen aankijkt. Ik zeg van, nou, de afstand is soms wat groot. Dat lees je mensen natuurlijk ook. En ik kan me ook voor u vragen, is dat ook wel leuk om daar altijd tussen te zitten op die manier... Nee. Nee. Nee, kijk, je zit in de raad om dingen te veranderen. Je wil dingen beter maken voor de stad. Dus leuk is het niet. Nodig is het wel. Ik vind het allemaal niet zo interessant. Al die mensen die over en weer allemaal dingen over elkaar zeggen. Mm-hmm. Zo. Ik denk, maar in het politieke debat... Nee, maar het gebeurt dus. En dit is de manier waarop nu met elkaar gesproken wordt. En hoe tegen de politiek dan misschien ook wel... aangekeken wordt door de burger. Ja, als het alleen maar daarover gaat en er gebeurt verder niks. Ja. En mensen zien alleen maar verslechteringen om zich heen. Ja. En dat is nu wel wat er gebeurt in bepaalde wijken. Hè. Mensen die hebben het best wel voor de kiezer gekregen, ook in het afgelopen jaar. Mm-hmm. Als je kijkt naar de energierekening is gestegen, boodschappen zijn duurder geworden. En dan zien zij de Arnhemse politiek die op zijn gat ligt. Ja, dat is natuurlijk niet een heel mooi beeld. Nee. Maar wat wij dus moeten zorgen is... Ja, en op zijn gat ligt ook... om redenen van, we kunnen niet met elkaar, hè? Dat komt eigenlijk om neer op de relatie. Ja, op dit moment lijkt het wel heel op, veel. Ja, en dan denk ik wel, die partijen die nu de stekker eruit hebben getrokken... Mm-hmm. of het allemaal niet meer met elkaar kunnen. Ja, dat vind ik allemaal niet zo interessant of ze elkaar aardig vinden of niet. Of ze zich geschoffeerd vonden of niet, of gekwetst voelen of niet. Nee, maar het is wel de reden om ermee te stoppen. Dus dat vind ik een hele slechte reden. Ja, dat vind ik dus echt een hele slechte reden. Ik denk, doe niet zo kinderachtig, ga gewoon met elkaar om tafel. Ja, we hebben wat te doen. Ja. Er komen allerlei bezuinigingen op ons af. Er liggen allerlei plannen. Mm-hmm. Het zijn slechte plannen, wat mij betreft. Mm-hmm. Maar zelfs die worden niet uitgevoerd, waardoor we er niks mee kunnen. Ja. En we kunnen dus ook geen goede plannen maken, zolang dat allemaal... Maar goed, ik probeer me om daar zo min mogelijk door te laten afleiden. Want voor je het weet ben je alleen maar daarmee bezig. En dan probeer ik juist nog helemaal niet te doen. Nee, misschien ook niet voor u persoonlijk. Maar het zal binnen politiek toch aandacht moeten hebben. Want het is de reden van de breuk op dit moment. Waar we toch in zitten. Misschien bent u daar als oppositiepartij ook niet of iets minder bij betrokken. Maar toch, iedereen is ook bij de... informateurs geweest natuurlijk. Ja. Daar bent u ook bij aangesloten volgens mij toch? Klopt, die gesprekken. Ja. En dan gaat het daar natuurlijk ook veel over. Toch wel over die omgangsvormen, bestuurscultuur, hè, waar dan over gesproken wordt. Dat was natuurlijk een jaar geleden ook. Hè. Toen was die bestuurscultuur in het rapport Frisse, waar het toen over ging natuurlijk. Op dat moment heel actueel, maar ook nu wordt het wel weer heel veel teruggehaald. De adviezen die daarin staan en of die dan wel of niet opgevolgd worden.
Ja, misschien ook een beetje voor uw tijd, maar ongetwijfeld zult u het rapport wel een keer gelezen hebben. Zeker. Hoe kijkt u daar op dit moment tegenaan en de adviezen die daar dan in staan? Laat ik daar eens mee beginnen. Ja. Ja, weet je wat ik vind? Ik vind dat wij vooral ons bezig moeten houden met de inhoud. Dat het, ik heb het rapport inderdaad gelezen, ook voordat ik in de raad kwam. Mm-hmm. Nou, en dan worden er allerlei dingen gezegd. Ook over intimidatie en zo. Dus ik denk, nou, waar ga ik aan beginnen? Mm-hmm. Op het moment dat ik in de raad kwam. Wat ik zie is dat er veel naar wordt gerefereerd, mm-hmm. maar dat het inhoudelijke debat ontbreekt. Ja. En op het moment dat je dus een pittig inhoudelijk debat wil voeren, hè, gewoon je moet kunnen debatteren. Hè, zonder dat je denkt van, het is allemaal niet persoonlijk. Mm-hmm. Je moet zacht zijn op de persoon en hard zijn op de inhoud. Nou ja, dat is juist even het advies die in het rapport staat. Hè, maak politiek niet persoonlijk. Nee. Dat zijn juist even dingen die Frisse zegt. Maar op het moment dat je dus dat ook natuurlijk op de inhoud, wel. Ja, ja. Op het moment dat je het op de inhoud met elkaar oneens bent, wat natuurlijk inherent is aan de politiek, want anders dan waren we het allemaal ontzettend met elkaar eens. Je moet het debat kunnen voeren, want jij hebt misschien een andere mening dan ik. Op het moment dat je het daar niet meer over kan hebben, omdat iedereen het dan gaat hebben over bestuurscultuur, dat vind ik een slechte zaak. Ja. En voor de rest, dingen als intimidatie en zo, die heb ik niet gezien. Ik denk ook dat wij vertrouwen moeten hebben in de voorzitter van de raad, de burgemeester. Die is daarvoor om dat in goede banen te begeleiden. En dat doet hij volgens mij ook heel goed. Ja. Maar we moeten elkaar vooral niet gek maken en niet laten afleiden van de inhoud. Ja. Omdat mensen het misschien niet leuk vinden als jij een goed debat voert en een andere mening hebt. Ja. Nee, kijk, dingen als intimidatie wordt misschien ergens genoemd, maar... Ja, in het rapport, hè? Ja, precies. Nee, inderdaad. Ja. Maar er zijn vooral een paar kernadviezen in. Waarvan Frisse zegt van, nou, misschien moet je daar als raad is naar kijken om daar dingen mee te doen. Veel meer ook de rol pakken. Volgens mij stond dat er ook. Een van de dingen ook, ja. Maar in principe onderschrijven die adviezen wel. Vinden jullie dat wel verstandige dingen die daarin benoemd zijn? Ja, wat zou erin moeten staan wat niet verstandig is? Dat je elkaar niet intimideert. Dat je, dat je als gemeenteraad je rol pakt die je ook hebt. Nee, dat soort dingen. Dat lijkt mij toch niet iets om mee oneens te zijn. Nee. Alleen, ik vind het wel heel makkelijk om bij alles, als het debat moeilijk wordt, om dan naar dat rapport te verwijzen. En dat gebeurt mij wel net iets te vaak, want ik denk, we hebben hier wel wat te doen. Ja, nou, wat mij ook daarin wel opvalt, en een vraag die ik inmiddels wel beantwoord heb, maar dat kunt u misschien ook bevestigen, wordt inderdaad veel naar verwezen nog steeds. Maar als ik ook aan collega's van u vraag, en dat zullen u waarschijnlijk ook zeggen, van nou, hoe vaak is er nou het afgelopen jaar het rapport nog eens open gehad, of überhaupt met elkaar gezeten, en eens kijken van nou, de advies die erin staan, die we met elkaar zo belangrijk vinden, zijn we nog op de goede weg? Hoor ik eigenlijk van iedereen, dat hebben we eigenlijk nooit meer gedaan. Maar is dat een probleem? Kijk, op het moment dat je... dat kan me voorstellen. Als je een rapport hebt waar je zegt van daar staan adviezen in die ik onderschrijf. En bijna alle collega's van jullie die spreek zegt van ik onderschrijf dat wel. U zichzelf ook van ik denk dat er best verstandige dingen in staan. Dan lijkt het me heel gezond om dat af en toe te evalueren. Of je daar dan op het moment met elkaar dat je dat op een goede weg gaat. Het lijkt mij, ik hoef niet telkens een rapport open te slaan. Om te weten dat ik niet op de persoon onfatsoenlijke dingen moet doen. Zou erin moeten zitten. Ja, ik bedoel, dat is toch vanzelfsprekend. En volgens mij moeten wij gewoon lekker met elkaar in gesprek blijven en het debat niet schuwen op de inhoud. Ja. En dan komt het allemaal wel goed en een beetje vertrouwen hebben in de voorzitter ook. Ja. Ja. En vooral, kijk, maar wat ik dus wel vind, is de huidige partijen die nu de boel hebben opgeblazen. Kijk, dat vind ik wel, als je als enige reden hebt, we kunnen niet met elkaar door één deur. Mm-hmm. Ik denk, doe even niet zo flauw. Ja. Je kan toch wel gewoon volwassen mensen zijn en het hebben over de inhoud. Ja. We hebben zoveel uitdagingen voor deze stad. En mensen zitten echt te wachten op een sterk bestuur. Ja. En dan moet je soms besluiten nemen die niet populair zijn, maar maak een besluit. Ja. Misschien kunnen we toch een aantal dingen die in het rapport komen, is doornemen om te kijken van hoe staat de raad ervoor op dit moment, hoe je visie daarop is. Even dingen benoemd. Hoe staat de stad ervoor? Dat vind ik interessant. Ja, maar dat gaat ook wel van binnen de raad. Dat heeft eigenlijk invloed op de stad. Maar dat de raad ook meer zijn rol zou moeten pakken en meer ook de discussie onderling en niet alleen met het college moet voeren. Dat is bijvoorbeeld een van de adviezen die daarin staat. Hoe ziet u dat nu op het moment gebeuren? Je bedoelt de discussie met de raad onderling? Mm-hmm. Ja, ik denk dat het debat wel in de raad ook wel wordt gevoerd. Ja. Maar ik denk wel dat mensen voorzichtig zijn. Hm. En ik denk dat het niet hoeft. Om allemaal niet zo gevoelig te doen. Oké, dat vindt u en ik, wat ik wel vind, is dat als je het hebt over het debat met de rest van de stad, daar gaat het vaak mank. Okay. En dat vind ik dus ook interessanter. Van we kunnen het allemaal met elkaar hebben over hoe we het met elkaar allemaal erover hebben. Mm-hmm. Maar de mensen om wie het gaat, die moeten we er veel meer bij betrekken. Ja, ja. En ik vind, er wordt dan hier en daar een sessie georganiseerd waar mensen dan niet van weten, waar ze niet op afkomen, die ze niet interessant vinden. Oké, okay. Dat vind ik wel voldoende, want er zijn inderdaad wel... Tuurlijk. Je hebt over burgerparticipatie een aantal sessies geweest inderdaad, om wel burgers naar het stadhuis te trekken. Dat doe je natuurlijk niet met sessies. Dat doe je juist als je mensen wil betrekken.
Als je mensen wil betrekken bij de politiek die nog niet betrokken zijn bij de politiek, dan moet je daar naartoe. Mm-hmm. Dan hoef je niet te verwachten dat ze ineens wel interesse hebben op het moment dat je een workshop organiseert, wat dan ook. En wat wij dus met de SP doen, en dat vind ik heel belangrijk, en zo zijn wij ook ontstaan natuurlijk, we zijn ontstaan vanuit de buurt, hè. We zijn niet ontstaan vanuit de politieke partij omdat we het allemaal zo leuk vonden. Maar is dat we elke week de buurt ingaan. En we zoeken die mensen op. En die denken, ik heb geen vertrouwen in de politiek. Ik wil me niet met jou praten. En ondertussen vertellen ze je dingen die je niet al hebben gehoord. Want dat zijn niet de mensen die naar die sessies komen. Ja. En dat vind ik wel veel belangrijker. Ja. Dat we dat gewoon beter doen. Okay. En daarom probeer ik ook zoveel mogelijk die mensen naar de raad te halen. Ja. Op het moment dat er iets speelt. Toen wel even, en we gaan over andere dingen praten, maar toch na een paar weken dat de informateurs iedereen gesproken hebben en eens kijken van, wat zou nou verstandig advies zijn? Ze zeggen van, lastig te ontwarren knoop noemen ze het, maar is toch de conclusie van, de vervolgstap op dit moment zijn weinig kansrijker, in welke vorm dan ook. Dus, de situatie die ontstaan is. Ja, kijk, het is natuurlijk de huidige partijen die hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. Mm-hmm. Ja, die moeten eigenlijk met elkaar om tafel. Dat zou een stap moeten zijn. Mm-hmm. Maar ik weet niet of het een vreselijke ingewikkelde knoop is, of dat het gewoon ook de vakantieperiode is die ons parten speelt. Want iedereen is ook gewoon weg. Nou ja, daardoor ligt het nu een paar weken stil. Maar na een paar weken was in ieder geval de conclusie dat er op dit moment vervolgstappen. Ik denk zo. Moet het niet zijn. Kijk, het punt is wel, de stad staat voor uitdagingen. Dus er moeten besluiten worden genomen. Mm-hmm. Wat gaan we doen met die tekorten, of tekorten, die zijn in de huidige begroting zitten op de zorg? Want het is geen natuurwet. Hè? Het is niet toevallig dat er te weinig geld is voor de zorg. Er zijn keuzes gemaakt waardoor er nou te weinig geld is voor de zorg. Nou, als we dat een probleem vinden, en blijkbaar vinden een aantal partijen die nu in het college zitten, die dat wel zo hebben ingepland, dat nu ineens een probleem, dan moeten ze een ander besluit nemen. Maar dan moeten ze de partijen erbij zoeken die het met hen eens zijn. Mm-hmm. Maar allemaal de handen eraf trekken, dat kan natuurlijk niet, want wij moeten nu die stad gaan besturen. Ja. Nee, goed, dat is de inhoud. Maar ook voor mij, zei meneer Elfrink dat ook bij de informateurs, van, het gaat uiteindelijk maar over een paar miljoen. Natuurlijk inhoudelijk. In de meeste steden kom je daar met elkaar uit. Dus het lijkt toch meer op die relatie eigenlijk te zitten dan. Hè? Ja, en dat is lastig. Want het is wel zo, het is een paar miljoen. Maar als je maar lang genoeg wacht, dan wordt het wel problematisch natuurlijk. Ja. En het geeft ook heel veel onzekerheid. Mm-hmm. En je maakt bepaalde besluiten niet. Ja, mensen die hebben ook gewoon recht. Niet alleen dat de problemen niet erger worden, maar die hebben ook gewoon recht op mooie dingen die wij in de stad gaan doen die nodig zijn. Ja. En niet alleen de problemen tegengaan dus, maar ook bijvoorbeeld initiatieven. Een voorstel van onszelf, zoals het zorgbuurthuis. Mm-hmm. Waarbij we zelf met iets moois zijn gekomen. Dat ook heel gedragen wordt door de hele raad. Mm-hmm. Dat soort dingen moeten natuurlijk ook voortgang kennen. Liggen nu ook allemaal stil. Dat is een beetje jammer. Ja. Oké, okay. Goed. Laten we nou even naar de zorg gaan. Zet je zelf zorgbuurthuis ook al aan. Daar wil u graag over spreken. Met name dat u zei van, ik maak me zorgen over de marktwerking in de zorg. Kunt u dat toelichten? Nou, dat was al voordat ik op vakantie ging natuurlijk. Ik ben een SP'er. De zorg is geen markt. Dus, maar wat je dus ziet hier in Arnhem is, vlak voordat we op vakantie gingen met z'n allen, zag je een heel mooi goed onderzoek wat landelijk is gedaan naar de winsten die worden gemaakt in de zorg van zorggeld. Nou, zorggeld is niet bedoeld om winst mee te maken. Zorggeld is bedoeld om goede zorg van te leveren. Op het moment dat ik daar vragen over stelde hier in de raad, kreeg ik als antwoord, zag ik tijdens mijn vakantie, van de VVD-wethouder, winst maken in de zorg is geen probleem, komt vanzelf wel goed, dan komt het dan eigenlijk neer, want in het systeem van marktwerking, als de kwaliteit dan onder druk staat, dan lopen de cliënten weg, de klanten eigenlijk, alsof het een bedrijf is. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. En inmiddels heb je landelijk gezien, zelfs onze eigen minister van Gezondheid, de Jonge van het CDA, die heeft al gezegd, de marktwerking is echt te ver doorgeslagen, moet je nagaan, hè? Die zit in het kabinet. Die zeggen, het is te ver doorgeslagen, we moeten meer naar samenwerking toe, we moeten daar allemaal van af. Dat heeft allemaal duur gemaakt, heeft het niet beter gemaakt. En hier in Arnhem zeggen we, het komt allemaal wel goed, want we hebben marktwerking, dus we gaan er verder niks aan doen. Nou, dat vind niet, ik niet helemaal. Ik snap uw standpunt, maar dat is ook weer niet helemaal zo, toch? De wethouder heeft ook aangegeven van, we zien ook cowboys binnen de zorg waar we niet blij mee zijn en daar moeten andere regelgeving voor. En ik meen zelfs dat er een motie is aangenomen om de marktwerking te onderzoeken, toch? Ja, een motie volgens mij, hoor. Ja, dat klopt. Maar die is dus ook wel breed.
breed gesteund. Ja, dat klopt door de raad wel. Door het huidige college en de zorgwethouder. Nou ja, ik heb nog geen onderzoek gezien. Het zou voor de zomer zouden moeten liggen. Mm. Nou, ik heb nog niks gezien. Mm. Maar dit is recentelijk als antwoord op de vragen die ik heb gesteld over winst maken in de zorg. Mm. En dan zie je toch wel heel erg het ideologische tegenstelling tussen ons en een partij als de VVD. Ja. Die toch wel de controle lijkt te hebben op dit moment over de stad Arnhem. Mm. Dat dit allemaal toch wel heel erg ver uit elkaar ligt. Mm-hmm. Oké, maar goed, de raad is de baas. En dus maak ik me zorgen over, dat onderzoek zal er komen dan, hè, van die marktwerking. Ja, het is natuurlijk ook best wel zorgelijk al dat het er nog niet ligt. Op het moment dat jij als raad een motie aangenomen krijgt en je vraagt erom dat het dan niet komt. Dat is dan, gaat er natuurlijk nog een keer om vragen. Dat lijkt me, ja, dan weet ik ook, weten we beide even de oorzaak daar niet van. Ongetwijfeld zal het er wel komen, want de raad heeft besloten. Maar hoe ziet u dat dan op gemeentelijk niveau? Wat zou daarin kunnen beïnvloeden om die marktwerking eruit te halen of op een manier die wel gezond is? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar de zorg die we zelf organiseren op dit moment. Dan hebben we het over een thuiszorg, een deel jeugdzorg. Dat is ook het toevallige deel waar al die tekorten zitten. Dus daar hebben we alle invloed op om dat op de manier te organiseren zoals we dat zelf zouden willen. Mm-hmm. Je zou kunnen kijken, wat is er nou eigenlijk mogelijk om bijvoorbeeld die aanbestedingen uit de zorg te slopen. Mm-hmm. Want je hebt nu een systeem waarbij je als aanbieder, of als zorgbedrijf zoals dat tegenwoordig heet, dan mag je een voorstel doen en jij mag een voorstel doen en jij mag een voorstel doen. Ja, en dan is het toch vaak de goedkoopste wint. Want ze hebben allemaal een goed verhaal over de kwaliteit. Want bij iedereen is de kwaliteit goed. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Want hoe goedkoper, het moet ergens vandaan komen. Ja. En op het moment dat je winsten in de zorg dus niet ziet als een probleem, dus die moet je dus ook aanpakken vervolgens. Dan heb je een groot probleem in de zorg. Want die winsten die worden dus gemaakt op basis van dat je het ergens anders goedkoper doet met zorggeld. Mm-hmm. En zolang je dat perverse systeem niet ook hier in Arnhem eruit haalt, dan blijf je dat risico houden. Maar hoe zou je dat moeten doen? Anders inrichten, maatregelen, hoe zou je dat systeem eruit moeten gaan zien? Idealiter is natuurlijk, waarom doen we het eigenlijk niet zelf als gemeente? Waarom heb je niet, vroeger deden we dat ook, dan hoef ik niet met alles terug naar vroeger. Nee. Maar er wordt wel heel snel gezegd van het kan helemaal niet. Waarom zou je dat gemeentelijk niet kunnen organiseren? Mm-hmm. Nou, we hebben dat als SP wel eens eerder voorgesteld, ook in andere plekken in het land. Mm-hmm. Waarom zou je niet een gemeentelijke thuiszorgorganisatie bijvoorbeeld kunnen hebben? Ja. Of het beschermd wonen. Waarom hebben we dat zo ver weg van ons georganiseerd? Mm-hmm. Dat is, we willen dat allemaal zelf regelen. Ik bedoel, we vinden het allemaal belangrijk dat het geregeld wordt. Maar we geven het helemaal uit handen aan bedrijven. En vervolgens zeggen we, het is hun pakje aan. Want dat is een bedrijfsmatige. Ja. Dan moet je natuurlijk allemaal terughalen. Okay. En er zijn er wel allemaal regels en zo. Dus dat moeten we onderzoeken. Mm-hmm. Maar we moeten niet bij voorbaat zeggen, dat kan allemaal niet. Want je ziet dus dat het gewoon ook in het beschermd wonen. Mm-hmm. Daar hebben wij ook zelf onderzoek moeten doen. Mm-hmm. Er lagen allemaal inspectierapporten. Die worden dan niet bekeken. Ja. We zelf onder met die mensen moeten praten over de kwaliteit van zorg. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje bewerkelijk als je raadsleden hebt die moeten controleren of de kwaliteit van zorg goed is. Dat moet natuurlijk de gemeente zelf doen. Ja, dus privatiseren wat u betreft. Publiek maken. Publiek. Juist. Goed, inderdaad. Ja. Publiek houden. Zorg is natuurlijk van ons allemaal. U gaf ook aan van, ik denk dat er verschillen zitten tussen wijken in Arnhem. Dus dat het uitmaakt waar je geboren wordt, dat zou niet moeten. Of ik kwam in ieder geval daarbij dan met cijfers. In ieder geval blijkt dat het verschil zit tussen hoger en lager opgeleide. Lager opgeleide leven gewoon echt 6 jaar korter. Las ik en lagere inkomens, opleiding en inkomens. Ja. En de gezondheidsleefverwachting zelfs 15 jaar korter. Dus dat zijn echt wel substantiële dingen. Hoe komt dat, denkt u allereerst, en wat zouden we daarna kunnen doen? Die verschillen die zijn er. Die zijn ook heel goed. Er zijn allerlei informaties erover waarbij je echt op wijkniveau kan zien waar op welke manier gebruik wordt gemaakt van zorg. Dus dat kun je allemaal heel goed zien. Maar wat dus heel zorgelijk is dat wij niet bezig zijn als stad om die verschillen te verkleinen. Mm. Want daar hebben wij op dit moment, ik heb het nog niet gezien, maar heel weinig oog voor. Maar juist allerlei beleid aan het invoeren zijn waardoor die verschillen dreigen te vergroten. Mm. En dat betekent dus dat de wijken waar nu mensen met een lage inkomen bijvoorbeeld wonen, daar zijn ook de meeste sociale woningen. Bijvoorbeeld, dan wordt het steeds lastiger om daarin te komen met bijvoorbeeld een middeninkomen. Want je kan daar alleen maar de echte lage inkomens die mogen in die sociale woningen wonen. Nou, als die allemaal in één wijk zitten, dan krijg je daar een hele clustering van bijvoorbeeld lagere inkomens. Echte lage inkomens. En als gemeente hebben we dan het beleid, mensen met een rugzakje, die moeten ook ergens wonen. Ja, je wilt ze spreiden over wijken.
Nou, het is je meer... Je krijgt misschien minder wijkverschillen, maar dat maakt nog niet dat iemand met een lager inkomen langer leeft meteen, toch? Over de, nou ja, als je het hebt over de sociale woningbouw bijvoorbeeld, ja. Dat was natuurlijk heel erg lang toegankelijk voor een hele grote groep mensen. Mm-hmm. En die groep die maken we steeds kleiner, omdat mm-hmm. we het als een soort vangnet beschouwen. Mm-hmm. In plaats van de trotse, hè, de echte trotse volkshuisvesting die het daadwerkelijk mm-hmm. zou moeten mm-hmm. zijn. Dus het is echt een vangnet voor de allerarmsten. Ja, maar dat moet het natuurlijk niet zijn. Mm-hmm. Dus je moet, dat zeggen de corporaties trouwens ook, mm-hmm. Tenminste een aantal, die sociale woningen weer toegankelijk maken, ook voor de middeninkomens. Want die vallen nu tussen wal en schip, hè. Die kunnen daar niet huren en die kunnen ook niet kopen. Mm-hmm. Dus dat soort dingen zou je kunnen kijken of je daar eens even een stelling in kan nemen. Mm-hmm. Of je dat kan oprekken. Deels daarvan is landelijk beleid, maar je kan ook gewoon zelf stelling daarin nemen mm-hmm. bijvoorbeeld. En waarom ik die sociale woning bijvoorbeeld ook in een relatie met gezondheid. Mm-hmm. Ja, ik kom met heleboel mensen thuis in een sociale woning. Nou, het is een kinderkamer met schimmel op de muur. Mm-hmm. Nou, als jij opgroeit, je moet slapen in een ruimte met schimmel op de muur. Mm-hmm. Ja, dat is de rest van je leven heb je dan een slechtere gezondheid, bijvoorbeeld. Ja, dat is de kwaliteit van woningen en die inderdaad. Ja, dat zou iets kunnen zijn om aan te pakken. Dus dat wordt in dat rapport ook, wat u ook in uw eigen vraag aan had, ook genoemd. Hè? De kwaliteit van huisvesting natuurlijk. Ja. Een soort van principiële vraag die er ook wel in staat. Hè? Van, in hoeverre kun je mensen eigen verantwoordelijkheid geven eigenlijk om gezonde keuzes te maken? Hè? Of zijn mensen daartoe in staat, zeg maar? Dat is natuurlijk best wel een hele principiële vraag. Van, in hoeverre kunnen mensen dat en wil je daarop ingrijpen? Nou ja, de WRR die heeft ook aangegeven dat wij de eigen verantwoordelijkheid daarin te groot maken van mensen. Ja. En dat is natuurlijk ook wel terecht. Het gaat om gelijke kansen geven aan mensen. Want op het moment dat je in een woning zit met schimmel, dat je een laag inkomen hebt en dat jij gewoon elke dag bezig bent met nadenken over kan ik nog wel mijn eten betalen voor mijn kinderen, bij wijze van. Mm-hmm. Eigen risico stijgt. Ik mm-hmm. moet zorg hebben. Moet ik dat nou wel doen? Want ik kan het eigen risico eigenlijk niet betalen. Als je met dat soort fundamentele dingen bezig bent, ja, dan is het wel lastig om op dat moment te stoppen met roken, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Ik zeg maar wat. Of dan ga je niet nadenken, ik ga eens even met quinoa koken en daarna naar de sportschool. Mm-hmm. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat zegt nu de wetenschappelijke raad ook. Mm. En maar een deel is natuurlijk wel eigen verantwoordelijkheid. Ja. Ja. Maar een deel is dat gewoon niet. Mm. En wij moeten mensen daarin wel zorgen dat ze de gelijke kansen hebben in alle wijken in Arnhem. Ja. Dus niet dat de mensen in Hoogkamp, die hebben wel allemaal een mooi huis zonder schimmel. En die kunnen wel allemaal naar de sportschool. Ja. En die kunnen wel... die zijn ook veiliger. Bijvoorbeeld veiligheid is groter in die wijk. Nou ja, verschillende factoren. Dat is heel concreet, is over goede, schone, gezonde woningen. Dat lijkt me helder. Ja. Zijn er nog andere dingen die we zouden kunnen doen, denkt u, om die verschillen te verkleinen? Ja, ik denk wat wij... We hebben een gemiste kans gehad. Mm-hmm. Ook bijvoorbeeld op dit gebied bij het Klimaatfonds. Mm-hmm. Want je hebt nu wel... De energierekening van mensen is echt fors omhoog gegaan. Mm-hmm. Hè? Wij krijgen die verhalen ook binnen. Dat zijn fundamentele bedragen. Ja. Dus zij moet elke maand meer betalen voor een energierekening. Want het zou een stimulans moeten zijn dat jij je huis verduurzaamt. Mm-hmm. Nou, heleboel mensen kunnen dat helemaal niet. Mm-hmm. En alleen de mensen die dat wel kunnen, die hebben nou net die hulp allemaal niet nodig. Mm-hmm. En het Klimaatfonds was nou net, hebben we 10 miljoen euro hebben we vrijgemaakt. Mm-hmm. Die bijvoorbeeld hier aan de steeds zou kunnen worden om dat soort huizen te verduurzamen. Ja. Maar wat doen we? We maken het Klimaatfonds. Je mag alleen maar een aanvraag doen op het moment dat je cofinanciering meeneemt. Dus dat je eigen geld meeneemt. Ja, wie kunnen dat? Het zijn nou net die mensen, hè? Mm-hmm. Niet die in die wijk en die huizen wonen. Ja. Nou ja, dat is bijvoorbeeld een gemiste kans. Want ik denk, we hebben hier 10 miljoen euro. Mm-hmm. Die kunnen we op een goede manier besteden. Mm-hmm. En wat doen we? We maken het niet toegankelijk voor de mensen die het hardste nodig hebben. Hè? Mm-hmm. Waardoor die verschillen tussen de wijken alleen maar... alleen maar groter worden. Vorig jaar hadden we ook dit programma. Fractievoorzitter meneer Elfrink zei toen van gemeentefinanciën staan er goed voor. Miljoenen meevallers dankzij het goede beleid. Hoe ziet u dat nu een jaar later? Nou, volgens mij is ons probleem niet zozeer dat wij een tekort hebben aan geld. Mm-hmm. Volgens mij is ons probleem op dit moment, want er wordt heel veel wel gesproken over tekorten. Mm-hmm. Is het probleem dat wij verkeerde politieke keuzes, het college in dit geval, de coalitie, verkeerde politieke keuzes maakt. Mm-hmm. Waardoor bepaalde tekorten zijn ontstaan in de begroting. Kijk, je kan ook bepaalde dingen niet doen. Mm-hmm. We hebben nu veel zorgtekorten. Je kan ook zeggen, nou, we doen bijvoorbeeld net wat minder naar een museum en we stoppen het in de zorg. Mm-hmm. Of we zetten de lasten niet op slot. Ja. Je zou ook kunnen denken van, we kunnen onze inkomsten vergroten. Maar dat zit allemaal op slot vanwege politieke keuzes. Ja.
Dus het is geen natuurwet dat er geen geld is. Er is wel geld. Ja. Alleen ja, deze coalitie vult dat allemaal anders in. Ja, ja, want een van de problemen wat GroenLinks PvdA zegt, die willen zeggen, je wil meer financiële ruimte. Dat bent u voor mij dan wel weer met VVD en D66 bijvoorbeeld eens zeggen van financiële stabiliteit is wel belangrijk. Daar moeten we eigenlijk niet aan tornen, toch? Nou, we gaan ook liever niet failliet, nee. Maar volgens mij heeft de SP ook laten zien in de afgelopen jaren dat we prima solide financieel beleid kunnen voeren. Ja. Alleen ja, je moet wel de juiste keuzes maken. Ja, en je precies. moet ook durven kiezen. Ja. En wat er nu is gebeurd, is ze hebben een akkoord afgesloten. En dan vervolgens hebben ze er spijt van gekregen. Mm-hmm. En laten we eerlijk zijn, we hebben vanaf het begin al gewaarschuwd. Pas nou op, want hier ontstaan tekorten. Mm-hmm. Zorg nou dat wat wij de vorige periode hebben gedaan, dat je dat sociaal noodfonds hebt om die tekorten op te vangen, dat je dat nu ook hebt. Dat hebben ze niet gedaan. Nou, en nu zitten we in de penarie. Dus het is niet een verrassing of zo dat dit gebeurt nu. Maar het is natuurlijk wel, ja, het stelt partijen voor dilemma's. En ze zullen dan moeten kiezen van, ja, hoe gaan we hier nu mee om? Wij weten het wel. Wij hebben al eerder een tegenbegroting ingediend waarin het allemaal opgelost zou zijn. Ja. Maar ja. Nee, inderdaad. Nee, maar goed, dat vond ik inderdaad wel opvallend. Dat juist ook, de Partij aan de Link kan waarschijnlijk ook inhoudelijk op veel punten wel elkaar zou kunnen vinden. Maar, in ieder geval dat, wat die financiële stabiliteit, dat er juist ook wel daarin inderdaad de lijn van VVD D66 ook steunde, ook in de motie die daarover aangenomen werd natuurlijk. Ja. Maar het is natuurlijk wel heel gek. Ik ben blij dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks nu tot inkeer zijn gekomen dat ze niet willen bezuinigen op de zorg en dat er een probleem zit. Mm-hmm. Maar ik heb het wel het heel gek gevonden. Ik denk, waarom maken zij deze keuze nou? Want zij zijn natuurlijk helemaal niet voor de afbraak van de zorg en je stevent er wel op af. Ja, ja, nou, nu zitten zij dus inderdaad in die positie dat ze dat niet willen. Ja. Ja, en dat veroorzaakt nu een crisis, want ja, je zag het al wel aankomen, maar het is niet wat ze hebben afgesproken. Ik heb nog een paar vragen van collega's ook voor u, die ik u voor zou willen leggen. Nou, laten we beginnen met een vraag van Stephanie Paap, raadslid van de VVD. Haar vraag, wat gaat jouw fractie eraan doen om van de politiek de komende 3 jaar een positief beeld neer te zetten? Nou, volgens mij begint dat bij resultaat. Kijk, dit is weer zo'n procesvraag waarbij je heel erg wordt gevraagd om een proces antwoord te geven. Maar dit gaat over de inhoud. Volgens mij moeten wij laten zien dat we er zijn voor de mensen en voor alle mensen in de stad. Dat de gemeente er is voor alle mensen in alle wijken. En dan krijg je vanzelf een positief beeld. En dat betekent niet, dat we beginnen niet met praten over hoe we een positief beeld... Het is niet per se over het proces, toch? Uw antwoord kan zijn, dat doen we door resultaten neer te zetten. Dan komen we vanzelf een positief beeld. Ja, dat is ook zo. Wij moeten gewoon laten zien dat we het goed doen. Ja. En dat we ook naar mensen luisteren. En dat we er zijn voor alle mensen in de stad. En wat voor resultaten heeft u voor ogen? Wat zou u graag dan... Nou, als je het hebt over zorg, dat er goede zorg is en niet alleen maar de bezuinigingen tegengaan, maar bijvoorbeeld ook mooie dingen zoals een zorgbuurthuis. Als je het hebt over wonen, dat we de problemen, dat we genoeg betaalbare huizen hebben. We moeten echt beginnen met zorgen dat die wachtlijsten weggaan. Dus er moeten huizen bij komen die betaalbaar zijn. Die moeten ook gezond zijn, die moeten niet helemaal vol met schimmel zitten. En mensen moeten zich veilig voelen in hun eigen wijk. Nou, volgens mij, als we daar met die speerpunten beginnen, komen we al heel end hoor. Koen Verheij van de PVV, hij zegt, mede dankzij uw fractie is er meer balans gekomen in de krachtsverhoudingen tussen college en de gemeenteraad. Een wens die ook uitgesproken werd in het rapport Frissen. Toch heeft dat de huidige bestuurscrisis niet kunnen voorkomen. Hoe kan het dat deze nieuwe balans er niet toe heeft geleid dat er een stabiel bestuur is van de stad? Ik denk dat hij doelt op het feit dat wij best wel stevige oppositie voeren. Ja. En een goede inhoudelijke oppositie, want dat is wat je moet doen. Ja, en er wordt verschillende dingen overdag natuurlijk. Sommige mensen zeggen het is te fel, je hebt het over de toon. Nou ja, hij geeft aan van ik vind het een goede krachtverhouding geven. Maar, ja, precies, want je moet als raad natuurlijk ook dan je rol pakken. En dat proberen we ook zo goed mogelijk te doen. Ja. Maar we hebben 3 zetels. Dus we proberen het debat natuurlijk heel erg te sturen en inhoud te geven. Mm-hmm. Maar wij zijn niet met z'n drieën verantwoordelijk voor de bestuurscultuur van Arnhem. Nee, en ook niet voor de huidige bestuurscrisis. Nee. Want daar hebben we wel voor gewaarschuwd. Ja? Ja. Als er dan niet wordt geluisterd, dan is het zo. Ja, nee, dat is natuurlijk zo. Daar ben je met z'n allen verantwoordelijk voor. Ja. Toch wel zo, u krijgt van meneer Verheij complimenten. Aan de andere kant wordt er ook natuurlijk wel eens gezegd van, ook dit gesprek heeft vooral over de inhoud en dat begrijp ik. Ja. Maar wordt er ook wel eens naar de toon verwezen die dan gekozen wordt door uw fractie, waar er andere partijen ook wel eens de nodige kritiek soms op is. Ja, hoe kijkt u daar naar? Ja, dat krijg je als je stevige oppositie voelt. Ja. Ja. Ja, want de politiek, als er consensus... Maar is het iets wat u aantrekt? Zegt u van, nou, misschien kan die toon ook wel eens wat anders? Of?
Nou, ik ben er zelf bij. Mm-hmm. En als je vraagt of ik spijt heb van onze toon, dan nee. Nee. Want ik denk dat het nodig is om een goed, stevig, inhoudelijk debat te voeren. Mm-hmm. Ja, en misschien kun je geen spijt, maar u zou kunnen zeggen, maar dat hoeft niet. Maar maar als andere mensen kennelijk aanstoot aan geven, kunnen we misschien over praten om het anders te doen. Dus ja, maar ik zou niet weten... Staat u daar wel zo in? Of? Ik zou niet weten waarom mensen aanstoot zouden moeten nemen aan een inhoudelijk debat. Dus dan zou niet op de inhoud, over de toon. En nu heeft ongetwijfeld ook bijvoorbeeld... Ja, maar welke toon dan? Want dan zou ik het graag... Ja, de toon van het debat. Ja, maar dat vind ik dus zo algemeen. Ja, ja. Misschien moet je het gesprek dan... mensen dan mee. Ik denk, ik snap dat je het niet fijn vindt als wij, als wij ons goed voorbereiden, goede argumenten gebruiken en een goed debat voeren over iets. Dan ben je het niet mee eens, dan vind je dat misschien niet fijn. Ja. Maar dat heeft natuurlijk niks te maken met de toon. Nou, ja, goed, dat zeggen die partijen dan. Ja, misschien is dan een keer met elkaar aan tafel zitten waar dan precies de pijn zit. Hè? Dat weet ik niet. Oké, maar ik begrijp van u dat u eigenlijk zegt van ja, dat is niet iets wat ik herken of waar ik vind dat we op dit moment iets mee moeten. Nee, ik vind het ook niet zo interessant. Nee. Om heel eerlijk te zijn, we zitten daar om resultaten te halen. Ja. Ik vind het veel belangrijker wat de mensen in de stad van ons denken dan wat andere fracties van ons denken. In de zin, kijk, als het nou... als er echt iets aan de hand zou zijn, ja. Maar wat ik zie, is wij voeren inhoudelijke oppositie. Volgens mij is dat hartstikke goed. Volgens mij is dat nodig. Volgens mij vindt de stad dat ook goed. Ja. Volgens mij hebben mensen daarom ook op ons gestemd. Ja. En moeten we daar zeker niet mee ophouden. Okay. Kijk, wij willen namelijk wel fundamentele veranderingen in de stad. We willen dit gewoon allemaal goed doen. Helder. Nog even een vraag van meneer De Groot, Leeuwen De Groot, Partij voor de Dieren. Die vraag gaf me even wat te speculeren over hoe het vervoer van de toekomst over zo'n 50 jaar eruit zou zien. Dus dat is waar u wel eens over nagedacht heeft en hoe ziet u dat voor u? Nou ja, het roept natuurlijk veel vragen op zo'n vraag. 50 jaar is een hele lange tijd. Een hele lange tijd, ja. Als je kijkt hoe mensen zich 50 jaar geleden of 100 jaar geleden verplaatsten, dan kun je dat gewoon bijna niet indenken. Maar ik denk dat hij erop doelt dat, dat er ook in het vervoer, als je het hebt over bijvoorbeeld benzine, diesel, dat soort vervoersmiddelen, dat we naartoe moeten, dat we uiteindelijk veel schoner onszelf gaan transporteren, ook in de stad. Ja, en dat is heel goed. Maar wij zijn wel, de SP zegt wel, niet ten koste van de gewone mensen. Want er worden heel makkelijk altijd allerlei maatregelen afgedwongen die vooral de gewone mensen raken. Mm-hmm. Ja, en dan moet je wel even opletten. Mm-hmm. Want iedereen wil meedoen, maar niet als het onredelijk is en onrechtvaardig is. Dan moet ook iedereen echt meedoen. Ja, ja, helder. Maar hij heeft geen beeld van... Nou ja, hoe dat dan in de praktijk, welke ontwikkelingen, Of een vliegende fiets door de stad gaan. Ja. Nee, had ik dat maar. Zo 5G het programma doen, dan kun je kijken of het uitgekomen is. Nee, oké. Vraag die ik vorige keer ook stelde, maar ook elk gesprek weer even mee eindig, is om even een cijfer te geven van uw fractie allereerst over het afgelopen jaar. Vorig jaar kreeg u zelf een 10, maar natuurlijk mocht meneer Elfrink hem geven. Maar dat kan in ieder geval niet hoger, er zit geen ruimte meer tot verbetering. Ja. Of in ieder geval de fractie, zei hij toen. Nou ja, daar was u natuurlijk onderdeel van. Maar wat vindt u van dit jaar, als u uw eigen partij zou moeten beoordelen? Ja, ik vind het een beetje gek om met cijfers te werken. Degene die ons een cijfer mag geven, dat zijn de mensen in de stad. Mm-hmm. Maar als de heer Elfrink ons een 10 heeft gegeven, dan... Dat vorig jaar, ja, dat ging over dat jaar. Ja, nou ja, volgens mij zijn wij als fractie heel actief, zijn we heel erg bezig op de inhoud, zijn we heel erg verbonden met mensen in de wijken. En dat kan altijd beter, maar volgens mij doen we wat we kunnen. En de heer Elfrink heeft altijd gelijk, weet je. Oké, ja. Dus weer een 10? Ja, zeker. Oké, hartstikke goed. En de politiek als geheel in Arnhem? Ja, als we een ontzettend sociaal akkoord zouden hebben gehad, zou ik het een hoog cijfer hebben gegeven. Mm-hmm. Maar even op de inhoud, een 6. Een 6. Ja, misschien ook de huidige crisis. En dat is echt omdat wij, niet alleen de huidige crisis en het feit dat mensen elkaar niet aardig vinden. Mm-hmm. Maar vooral omdat ik denk dat wij op punt staan, en het afgelopen jaar is het al mee begonnen, met de verkeerde keuzes te maken. Mm-hmm.